Kat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. Avontuur in de ruimte. Op een avond sneeuwde het zo hard dat de kittens binnen moesten blijven. Echt saai. We moeten iets verzinnen om te doen. Maar wat dan? Hé, kijk. De sneeuw lijkt net op vallende sterren. We doen alsof we in de ruimte zweven. Ah. Ja, leuk. Hé, luister. We gaan op ruimteavontuur. Oké. We vliegen met de sterren. Wat geweldig. Miauw, 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 miauw. Hé, in de ruimte is geen zwaartekracht, dus we zouden moeten zweven. Ah, ja, dat is zo. Kom mee. Wow, doen alsof je zweeft valt niet mee. Vechten tegen de zwaartekracht is vermoeiend. Maar dan bouwen we toch gewoon een ruimteschip om in te vliegen? De kittens gebruikten mama's breikist als het ruim en wat karton als vleugels. Ze pakten een trechter, een garde en wat bagels en plakte dat allemaal op de kist. Ziezo, het ruimteschip was klaar om op te stijgen. Hier spreekt de kapitein van het schip. Maak uzelf gereed voor vertrek. De navigator is klaar voor vertrek, kapitein. Ruimteschip, monteur. Ik start de motor, kapitein. We vliegen! Meteoren recht voor ons, kapitein. Ruimtemonsters! Mama! Papa! We dachten dat jullie hele enge ruimtemonsters waren. Wat zijn jullie aan het doen, malle kittens? Oh, we zijn gewoon op avontuur in de ruimte. Het lijkt meer op een avontuur met Wol. Nou, beginnen jullie maar alvast met opruimen. Het is al bijna bedtijd. Maar wat doen we dan met ons supercoole ruimteschip? Dit ruimteschip is ons levenswerk. Ja. Attentie, dit is de vluchtleiding voor de ruimtekittens. Ik heb een belangrijke missie die alleen de beste kittens aankunnen. Dit ruimteafval moet direct worden opgeruimd. Anders botst het straks misschien met de kattenplaneet. Hoort u mij? Over. Luid en duidelijk. De ruimtekittens staan tot de dienst. Oké. Wat zullen we doen met al die meteoren? We transporteren ze naar planeet Dressoir. De keukenvloer is een asteroïdenveld. We stoppen ze terug in de juiste lades. Ik bedoel terug in de dampkring. Kijk, die papieren meteorieten. Oh nee, ze zwerven overal. We brengen ze terug naar de ruimteboekenkast. Wow, kijk ze gaan. En al dit rondwarrelende ruimteafval gooien we in vuilniszak het zwarte gat. Wow, wat een hoop ruimteafval. Ik weet al wat er moet gebeuren. We nemen het afval mee op een ruimtewandeling. Het is koud in de ruimte. Trek een ruimtepak aan. Planeet gered van het ruimteafval. Kijk, een stel rare ruimtewezens. Nee, wij zijn het maar, papa. We hebben onze missie geheel volbracht. Haha, dat is mooi. Maar nu is het bedtijd, jongens. Ik kom jullie nog wel een verhaaltje voorlezen over de ruimte. En de drie kleine ruimtekatjes. Dat is leuk! Miauw, 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 miauw! Mama en papa hadden een speciale sterrenhemel gemaakt in de kamer van de kittens. En de kittens luisterden naar papa's ruimteverhalen, tot zij in hun dromen hun eigen ruimteavonturen gingen beleven. Dromen op bestelling. Op een ochtend vertelden de kittycats elkaar wat ze hadden gedroomd. Ik droomde dat ik in een bootje aan het varen was op een rivier. Ik droomde dat ik een hele mooie nieuwe jurk had. Ik droomde dat ik een snoepje at, zo groot als mijn hoofd.
Ik vraag me af, als je zelf een droom bedenkt, kun je die dan ook dromen? Ik weet het niet, maar laten we het proberen. Als dat ons gaat lukken, dan kunnen we voortaan dromen wat we maar willen. Geweldig! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow. Oké, ik wil dromen dat ik op de oceaan vaar in een hele grote boot. Ik wil dromen dat ik een prinses ben in een kasteel. Ik wil dromen over allerlei soorten vlinders. Die avond legden ze elk hun tekening onder hun kussen. Verhaaltje, vanavond lees ik voor uit een geluisterde kat, een heel bekend sprookje. Hé, is het alweer ochtend? Ik ben bang van wel, ja. Het heeft helemaal niet gewerkt. Ik droomde dat ik probeerde te vissen en alleen maar laarzen ving. En mij is het ook al niet gelukt. Nou ja, ik bedoel, ik was wel een prinses, maar in mijn droom woonde ik in een grote laars. Dat is omdat papa ons heeft voorgelezen uit de gelaarsde kat. Zeg, Pudding, waren er ook laarzen in jouw droom vannacht? Nou en of, ik droomde dat ik hele gekke laarzen vol snoepjes aan had. Waarom is er toch altijd eten in jouw dromen, Pudding? Ik weet het niet. Misschien is het wel omdat ik altijd aan eten denk vlak voordat we gaan slapen. Pudding, je bent een genie! We moeten overdag denken aan de dingen die we willen dromen. Dus dachten de kittycats die dag aan die dingen waar ze 's nachts over wilden dromen. Ik ben een prinses, ik ben een prinses. Een heel groot snelschip, een heel grote snelschip. Allemaal vlindertjes, vlindertjes, heel veel vlindertjes. En toen het tijd was voor papa's verhaaltje voor het slapen gaan... Verhaaltje, Roodkapje en de Wolf. Nee, welterusten. Ja, welterusten. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Ik ben een prinses. Vlindertjes. Nou, bedankt hoor. Nou heb ik de hele nacht over vlinders gedroomd. Nou, ik droomde vannacht dat ik een soort prinses was. En ik droomde dat ik aan het varen was op een schip met vlindervleugels erop. Onze dromen lopen door elkaar omdat we elkaar konden horen praten. Ik heb een heel goed idee. We proberen vandaag niet te praten, dan kunnen onze dromen ook niet in de war raken. De kittens concentreerden zich zo hard op hun droom dat ze er moe van werden. Maar toen ze gingen slapen, waren ze te moe om te dromen. We hebben gisteren de hele dag alleen maar gedacht aan de dingen waarover we wilden dromen. Maar toen droomden we helemaal niets. Ik snap echt niet waarom we onze dromen niet kunnen sturen. Ha, misschien wel omdat het gewoon niet kan. Onze dromen zijn geheimzinnig, prachtig, verrassend. Dat maakt dromen zo bijzonder. En als we willen dat onze dromen avontuurlijk zijn, dan moeten we zorgen dat we overdag zoveel mogelijk interessante dingen doen en beleven. Hey, goed idee! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! De kittens ontdekten die dag allemaal nieuwe en interessante dingen. En na die belevenissen vielen ze snel in slaap. En alle drie de katjes werden verrast door de meest bijzondere en de meest wonderbaarlijke dromen. Op een dag, heel vroeg in de ochtend, wilde papa net op zijn tenen naar buiten glippen. Papa! Ja? Waar ga jij zo vroeg naartoe? Het is vandaag mama's verjaardag, papa. Ben je het vergeten? Ja, nee joh, ik ben mama's verjaardag echt niet vergeten. Maar ik heb haar cadeautje in mijn kantoor laten liggen. Ik ga het even snel ophalen, zodat we haar straks samen kunnen feliciteren. Wacht op me, oké? Geweldig! Sst, maak mama niet wakker. Miauw. De kittycats hadden een hele mooie tekening voor mama gemaakt.
Het is echt een hele mooie tekening. En wat voor cadeau zou papa voor mama hebben? Nou, hij heeft het cadeau op kantoor laten liggen. En zijn kantoor staat midden in een grote snoepfabriek. Dus ik denk dat het een lekkere taart is of zoiets. Maar papa neemt elk weekend al een taart mee naar huis. Een verjaardagscadeau moet iets speciaals zijn, Pudding. Maar weet je, een taart kan heel leuk zijn. En speciaal. Bijvoorbeeld als je in de taart een brief verstopt. Maar wat als mama de brief per ongeluk opeet? Oh. Vuurwerk in een taart verstoppen. Dan kan hij opstijgen en doet hij boom. Maar wat nou als het fout gaat en de taart niet opstijgt? Huh? Papa zou mama nog iets heel speciaals moeten geven bij de taart. Iets waar mama veel van houdt. Mama houdt van sport. En mama houdt van roze kleren. En mama is dol op bloemen. Hey, zullen we een mooie bos bloemen plukken? Dan doet papa alsof dat zijn cadeau is. Huh? Maar de kittycats waren even vergeten dat mama in de herfst jarig is. Toch gaven ze het niet op. Ze zochten overal naar bloemen. Ze zochten. En zochten. Maar mooie bloemen groeien niet in de herfst. Nergens bloemen. Wat moeten we nu doen? Papa kan mama toch niet alleen maar een taart geven? Oh, ik heb denk ik een goed idee. Wat als we een boeket maken van allerlei herfstblaadjes? Die hebben zulke mooie kleuren, kijk! De kittycats konden niet wachten om mama het mooie herfstboeket te geven. Goedemorgen, lievertjes. Goedemorgen, gefeliciteerd. We hebben niets achter onze rug. Zullen we wachten met de cadeautjes tot papa terug is? Goed, mama? Papa terug is? Waar is hij naartoe? Waar is de jarige Job? Ik heb een cadeautje voor haar. Hey, jongens, dat is geen taartdoos. Het is een mooie roze trainingspak. Met mooie sportschoenen erbij. Het is alles waar je van houdt in één cadeau. Sport, mooie roze kleren met erop bloemen. Oh, lieverd, hartelijk bedankt. Wat een perfect cadeau voor mama. Nou, ik denk dat we dit boeket dan niet meer nodig hebben. Tuurlijk wel, Pudding. We geven de bloemen samen met ons cadeau. Lieve mama, gefeliciteerd. Hier zijn je verjaardagscadeautjes. We hebben samen deze tekening voor jou gemaakt. Oh. En dit bladerenboeket. Oh, bedankt, mijn lieve kittens. Moet je zien. Dit zijn de allermooiste verjaardagscadeaus die ik ooit heb gehad. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Papa had natuurlijk ook een lekkere taart meegebracht. En mama blies de kaarsjes uit. Maar ze kon niets bedenken om te wensen wat ze nog niet had. De telefoon! Op een mooie herfstdag speelden de kittycats met hun vriendjes in de speeltuin. Snuffel kwam ook. Miauw! Miauw! Kijk eens wat ik van mijn vader gekregen heb. Een telefoon! Er zit een muziekapp op met heel veel liedjes. En een camera? Miauw, miauw, miauw. Maar het allermooiste is dit hier. Super cool. Perfect, ja. Geweldig. Mag ik er ook even mee spelen? En ik. En mag ik misschien ook een keer? Ik mag eerst. Kom op, kom op, kom. De kittycat speelde urenlang met de nieuwe telefoon van Snuffel. Ik vraag
vraag Snuffel of ik vanmiddag zijn telefoon mag lenen om een foto te maken van een slak die ik heb gevonden. En daarna mag ik hem, zodat ik kan luisteren naar mijn lievelingsliedje. En ik moet het voetbaltoernooi nog uitspelen. Wacht eens even. Oh. Hey, we vragen mama en papa of we ook een telefoon mogen. Dan hoeven we Snuffel zijn telefoon niet iedere keer te vragen. Goed idee! Miauw, 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 miauw! Nou, een telefoon is heel erg handig als je iemand wilt bellen omdat je ze iets wilt vragen. Maar je moet hem niet de hele tijd gebruiken. Stel je voor dat iedereen elkaar alleen nog maar zou spreken door de telefoon en nooit meer in het echt. Hey, miauw, Cupcake. Hoe gaat het met jou? Lang niet gezien. Snoepje, veel te lang. We moeten echt weer eens afspreken. Of als iedereen alleen nog maar luistert naar muziek op hun telefoon. En stel je voor dat iedereen voetbalt op een telefoon in plaats van op het veld. De bal ligt al 45 minuten stil op het veld. Boe! Jakkes, dat lijkt niet eens op voetbal. Wij voetballen liever op het veld dan op de telefoon. Bedankt, mama. Dat was lekkere soep, mama. Graag gedaan, kittens. We gaan spelen! Boris, Dart en Vlekje waren nog steeds aan het spelen met de telefoon van Snuffel. Ze konden niet meer stoppen. Goal! 10-0. Wow, wat vet, hè? Ik heb een supergoed idee. We moeten zorgen dat ze met ons gaan spelen in plaats van met die telefoon. Weer een doelpunt. Geweldig! Wat? Vlekje, heb je zin om te voetballen totdat je weer aan de beurt bent? Ja, is goed. Dart en Boris zijn trouwens toch nog voor mij aan de beurt. Ja. Cool, zo zeg, dit is leuk. Boris, ik ga spelen. En jij bent toch eerst nog aan de beurt. Cool, ik heb weer gewonnen, net als de vorige keer. Oké, wie is er nu aan de beurt? Huh? Goal! Hey, wauw, een echte voetbalwedstrijd. Hey jongens, mag ik meedoen? Tuurlijk, Snuffel. We hebben nog een spits nodig. Komt-ie! Hoera! In het echt is het veel leuker dan op de telefoon. Miauw? Mama, ja, ik ben in het park. We zijn met z'n allen een echt potje aan het voetballen. Hoera! Miauw, 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 miauw! Spelletje spelen op je telefoon is leuk. Goal! Maar voetballen met je vriendjes op het veld is veel leuker. De Kitty Cats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo Carrie! Hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste sushi uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De Kitty Cats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mam! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverds interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt. Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera!
De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals... Hey, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Ah, dat is de Miauw Nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Hé, huh? Hey, kijk! De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn? Kerry had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de Kitty Cats ineens hardwerkende kunstenaars. Hè? Hé, hey, lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hé, hey, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken. Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. De papegaai! Papa was weer eens druk met het verzinnen van nieuwe recepten. En dan haal je de versgebakken koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag frambozenpudding. Oeh, dat klinkt erg lekker. Schrijf dat maar meteen op. Papa, riep je ons? Pudding, een kleine snoepje en koekie. Pap, wat zei je daar over frambozenpudding? Jullie lieve papa heeft net een heel lekker nieuw recept bedacht. Dat klopt. Kittens, voordat ik het vergeet, raad eens. De buren zijn een paar dagen op reis en hebben ons gevraagd om op een papegaai te passen. Komt er een echte papegaai logeren? Hoera! Hoera! Miauw, miauw, miauw! Vogel, vogel, vogel! Ik heb ergens gelezen dat papegaaien kunnen praten. Kan de vogel praten? Wat geweldig! Nou, doe maar, vogel, zeg iets. Wees niet verlegen, zeg iets, zeg iets! Misschien wil ze niet praten als ze in de kooi zit. Nou, dan laten we haar eruit. Oké, we luisteren. Misschien heeft ze wel trek. Nou, wat zeg je dan? Zeg maar bedankt. Wat je moet zeggen is bedankt. Misschien houdt ze wel van snoep. Wil je wat snoep, meisje? Nog niet. Dat mag pas als je alsjeblieft zegt. Misschien is ze nog heel klein en weet ze nog niet hoe ze moet praten. We gaan het haar leren! De Kitty Cats dachten na over welk woord ze haar het beste konden leren. Hmm. Weet je wat we haar wel kunnen leren? Boe! Als de buren dan thuiskomen, kan ze ze laten schrikken! Maar wat als ze dan niet alleen de buren laat schrikken? Wat als ze iedereen gaat laten schrikken? Boe! Huh? Oh. Me
misschien kunnen we haar dan iets leren als, iets als gefeliciteerd. Want dat is een woord wat iedereen graag hoort. Maar Pudding, gefeliciteerd is wat je zegt als er iets goed gebeurt. En niet zomaar. Oh. Oh. Gefeliciteerd! Oh. Oh. Gefeliciteerd! We moeten haar iets leren wat heel gewoon en normaal is. Iets als hallo. Je hebt gelijk, als ze dat zegt, laat ze niemand schrikken. Hallo. 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 Oh, wat? Kittens, kunnen jullie even ergens anders gaan spelen? Ik schrijf een recept en nu is het laatste ingrediënt ineens hallo. Wat moest er ook alweer gebeuren nadat je de koekjes uit de oven hebt gehaald? Haal de koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag van boze pudding. Ah. De slimme papegaai had papa's recept keurig onthouden. Bedankt, dat was hem precies. Oh, dus je weet wel hoe je moet praten. Bedankt, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Boe! Oh. Maar waarom heb je niet eerder iets gezegd toen we het vroegen? Nou, lieverd, misschien waren jullie zelf te veel aan het woord. Ja, en kreeg ze niet eens de kans om iets te zeggen. Oh. Het spijt ons, papegaai. We moeten je wel de kans geven. Papegaai, hallo. Goedemiddag! Oh, geweldig! Miauw, 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 miauw! Bedankt, Cookie! Bedankt, Snoepje! Bedankt, Pudding! Graag gedaan, hoor! Die avond probeerden ze papa's nieuwe koekjesrecept. En hun nieuwe vriendin praatte zoveel dat je niet zou geloven dat ze ooit stil was geweest. De picknick! Het was een prachtige dag. Dus besloten mama en papa met Cookie, Snoepje en Pudding te gaan picknicken. De Kitty Cats pakten alles wat ze nodig hadden. Ik ga heel veel zandkastelen bouwen. En ik ga proberen om zoveel mogelijk in de buitenlucht te lezen. En ik ga lekker rennen! Oh, moet je zien. Een picknickmand vol lekkers. Een picknick is geen picknick zonder een mand vol lekkers. We moeten goed opletten dat we niemand vergeten. Cookie en jij, Snoepje en Pudding. We gaan picknicken. Oké. Miauw, 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 miauw. We hebben broodjes en thee, en een picknick kleedt mee. Oh, wat is het toch fijn, om lekker buiten te zijn. Oh, het is hier prachtig. Hé, waar wachten we nog op? We gaan picknicken. Wacht even, waar is de picknickmand gebleven? Dat weet ik niet. Nog steeds thuis, denk ik. Of misschien zijn we hem verloren. Oh nee, niet onze man met lekkers. Hé, hey, we pakken gewoon het vliegtuig, halen de picknickmand en zoom, we zijn weer terug. Leuk idee, maar Cookie, vliegtuigen kunnen niet landen op een plek met bomen. Wow! Maar dan bestellen we toch gewoon een pizza, mam? Oh, Snoepje, de pizza bezorger bezorgt niet op ergens in het bos vlakbij een soort van meertje. Maar ik weet zeker dat jullie slimme vader er wel iets op weet te verzinnen. Hey, een vishengel. Daar kan ik wel wat lekkers mee vangen. En dan kunnen we gaan picknicken. Terwijl mama en Snoepje op zoek gingen naar takken voor het vuur, gingen papa, Cookie en Pudding vissen. Waar is de vis, papa? Waar is hij? Waar? Vissen is vooral een kwestie van geduld. Oh... Oh. Papa, Cookie en Pudding waren wel geduldig, maar in het meer zwom gewoon geen vis. Oh. Mm.
krijgen ze hier genoeg hout voor een vuurtje. We hebben alleen een kikker gevangen. En die sprong meteen weer terug in het meer. Oh. Wat als we nou eens op zoek gaan naar eten in het bos? Dat is een goed idee. Papa, maak jij het vuur? Dan gaan wij op zoek naar paddenstoelen. Oké, volg mij. Tja, we zullen toch iets moeten eten. Pudding keek in zijn paddenstoelengids welke paddenstoelen je kon eten en welke giftig waren. Kijk hoeveel paddenstoelen! Zullen we ze lekker gaan bakken, papa? Ik ben bang dat de lucifers in de picknickmand liggen. Oh. Maar we kunnen toch geen rauwe paddenstoelen eten? We wrijven stokjes tegen elkaar. Op die manier maakten ze vroeger vuur. Heb ik gelezen. Wat een goed idee, Pudding. Laten we papa helpen met blazen. We hebben vuur! Nu loopt onze picknick gelukkig weer volgens plan. Al gaat het niet als gepland, we worden toch nog verwend. Oh, wat is het hier fijn, we zijn blij hier te zijn. De paddenstoelen zijn al bijna klaar. En als dessert, bosbessen, cranberries en frambozen. Terwijl de anderen bezig waren, had mama bessen geplukt. Oh, lekker! Miauw! Ondanks alle tegenslagen werd het toch nog een fantastische picknick. En iedereen was blij. De schat! Op een mooie dag brachten papa en mama de kitty cats voor een dagje naar oma. Hallo, mijn lieve kleine kittens. Fijn om je te zien, oma. Dag mam en pap. Dag. Oh, wat gezellig zo'n dagje samen. We hebben vast heel erg veel plezier. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Oh, ho, ho, niet rennen of springen, kittens. Maar, dan krijg je het te warm, ga je zweten en dan word je ziek. Even kijken. Phew, geen verhoging gelukkig. Gaan jullie maar voorzichtig spelen. Ik moet nog even wat dingen doen in de keuken. De katjes hadden een springtouw en badmintonrackets meegenomen om mee te spelen. Maar wat moet je daarmee als je niet mag rennen of springen? Maar wat zullen we dan doen? We zoeken een boom om in te klimmen. Goed idee! Ho, 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 niet veilig. Niet in bomen klimmen. Je kunt uitglijden op een tak of met je hoofd vast komen te zitten in een knoest. Of vallen, niet veilig. Blijf maar stilzitten, schatjes. Hoe kunnen we nou plezier hebben als we helemaal niets mogen doen? Ik weet iets. We spelen raak de boom met een eikel. Klinkt goed. Ik begin. Moet je zien? Oh. Nee, niet veilig. Dan wordt hij niet met dennenappels gegooid. Wat als hij terugkaatst en op je neus terecht komt, lieverd? Maar hoe moeten we dan spelen? Ik weet wel een veilig spelletje. We verstoppen ergens een schat en dan moet oma een schat zoeken. Is goed, dat klinkt leuk en veilig. Als de schat is verstopt, roepen de katjes koud of warm tot oma hem heeft gevonden. Maar waar zullen ze hem verstoppen? Kijk! Oh, in die struik! Klaar, oma! Oma ging op zoek naar de schat. Je bent warm! Koud! Huh? Hebben jullie het koud, kittens? Worden jullie ziekjes? Dat hoort bij het spel, oma. We hebben het niet over de temperatuur. Koud betekent dat hij van de schat afgaat. Koud, oma! Heel erg koud! Oh, nou krijg ik het echt koud. Je bent warm! En nog warmer! Heel erg warm! Ik heb de schat gevonden, kittens. Maar, dat is niet onze schat. Onze kist is klein en blauw. Maar dit is fantastisch. Dit is mijn eigen kwijtgeraakte schatkist.
Toen ik zelf nog een kleine kitten was, stopte ik hier al mijn lievelingsdingen in. Oh, oma, weet jij nog dat je een speelse kitten was? Tuurlijk, ik speelde vroeger het allerliefste badminton. En ik was er nog goed in ook. En dit springtouw was mijn andere favoriete speelgoed. Wauw, vroeger speelde oma zonder dat ze bang was om ziek te worden. Deze dennenappels komen van een boom waarvan iedereen dacht dat je er niet in kon klimmen. Maar ik kon dat wel. En het allerleukste vond ik boogschieten. Maar wat als je mist en de pijl tegen je gezicht aankomt? Het waren pijlen met een zuignap. Dus al miste ik, dan was er niets aan de hand. Huh? Oh, dat is mijn oven die piept. Ik moet even naar de keuken. Met oma kun je dus wel plezier hebben. Maar waarom mogen wij dan geen plezier hebben? Mijn lieve kittens, we gaan plezier maken. Maar eerst snoepen we lekker van deze koekjes. Oma had lekkere muntenkoekjes gebakken en daar de schatkist mee gevuld. Jij bent de beste schat van allemaal, oma. En jullie zijn mijn beste schatten. En wil iemand van jullie nog leren hoe je moet boogschieten? Oh, leuk! Miauw, 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 miauw! Toen oma haar kittenherinneringen vond, herinnerde zij zich weer hoe het was om jong te zijn. En de rest van de dag sprong en rende oma samen met de kittens in het rond. Katjes in de kelder. Papa nam wel vaker iets lekkers mee uit de fabriek. Maar vandaag was het iets bijzonders. De snoepfabriek heeft een nieuwe lekkere taart in het assortiment. Met heerlijke chocoladevulling. Lekker! Dat klinkt zeker erg lekker. Zullen we het eens proberen? Dan nemen we zo een stukje bij de thee. Mama nam de taart mee naar de keuken en ging thee zetten. Mama! Mama! We willen je graag ergens mee helpen. Mogen we je helpen, mama? Maar natuurlijk. Weten jullie waarmee jullie me kunnen helpen? Door de frambozenjam te pakken. Hoera! Miauw, 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 miauw! De jam staat op de grote plank beneden in de kelder. Wat? De kelder? Mama bewaarde alle potten en blikken beneden in de kelder. Ah. Waar wachten we op? Kom mee! Ah. Wauw, wat een hoop gave spullen liggen hier. Hé, wat is dit dan? Zuur, heel erg zuur. Bah, deze is heel zout. Ik wil die smaak kwijt. Ah, mond in brand. Heet, heet, heet. Ah, wauw, ik ga nergens meer van proeven. We zijn hier niet om te proeven, we zijn hier voor de jam. Precies, mama vroeg of we frambozenjam voor haar wilden halen. Maar hoe gaan we die hier vinden? De potten hebben etiketten. We moeten er eentje zoeken met een framboos. Hmm. Op deze staan kersen. Kelder skiën! Rijden maar, kleine koffer! Op deze staat een wortel. Hé, hey, kijk eens. Wat staat hierop? Kool, zo te zien. En dit hier dat zijn... Dat zijn geen frambozen. Die zijn super duper heet. Ja, natuurlijk zijn die heet. Op het etiket staat een pepertje. Hé, kijk, ik zie hem. Ja, dat is een framboos. Ja, gevonden! Maar er zit geen pot bij. Dan moeten we dus op zoek naar een pot zonder etiket erop, toch? Nee, 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 nee. Dat is nog eens een grote pot, jam. Maar nu moeten we de pot nog naar mama zien te brengen. Maar de pot bleek ontzettend zwaar. Oh. En als we hem nou op zijn zij leggen en rollen? Oh. Hij is toch niet kapot? Hij is nog heel. Nu hoeven we hem alleen nog maar naar boven te rollen. Alleen nog maar? Fijn, nou moeten we opnieuw beginnen. We kunnen de jam ook anders hierop eten. En dan gaan we daarna naar boven om thee te drinken. Maar als we het op die manier doen, hoe krijgen papa en mama dan een jam? Oh.
Dan brengen we de tafel naar beneden en doen we thee en taart in de kelder. Uitstekend plan, want ik denk niet dat ik veel langer kan wachten op de taart. Maar de tafel was veel te groot. We moeten een groter kelderluik. Straks krijgen we helemaal geen taart met jam en thee. Ik heb een goed idee, denk ik. We zetten de tafel terug in de eetkamer en we doen wat jam in dit glas. Cookie, Snoepje en Pudding, lieverds, jullie hebben de jam in de kelder gevonden en waren zo slim om de jam naar boven te brengen in een glas. Ja, dat mooie glas frambozenjam staat vast heel mooi op tafel, naast onze lekkere nieuwe taart. We hebben gevonden! Miauw, 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 miauw! De Kitty Cats hadden flink trek gekregen van hun avontuur in de kelder. En de chocoladetaart met frambozenjam was erg lekker. De danswedstrijd. Op een ochtend was er iets interessants op het nieuws. Vandaag is de grote danswedstrijd. Iedereen is welkom en de kat die het mooiste danst, wint een prijs. Oh, ik hou van dansen. En ik hou van prijzen. Mogen we meedoen aan de wedstrijd? Goed idee. Dan doen wij ook mee, dan gaan we allemaal dansen. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Ha, en dan dansen mama en ik de tango. Dan zijn die lessen niet voor niks geweest. Hey! En ik ga dansen als een ballerina. Als een elegant klein bloempje. En dan ga ik breakdansen. Nou, jongens, ik weet helemaal niet hoe ik moet dansen. Oh, dat geeft niets. Je hebt nog genoeg tijd om het te leren voor vanavond. En je broer en zus willen wel helpen. Wij leren het je wel. We proberen eerst iets simpels. Bijvoorbeeld een wals. En 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auw, je staat op mijn pootje. Oh, sorry. 1, 2, 3, auw. 1, 2, 3, auw, mijn pootje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, auw, auw, auw. De wals is misschien toch te moeilijk om mee te beginnen. Probeer te breakdansen. Kijk, Pudding, doe maar na. Auw, volgens mij breek ik iets. Doe ik het dan goed? Misschien is volksdans iets voor je. Ik kan niet zo goed springen. Ik ben geen kikker. Oh. Doe anders de robot. Dan hoef je niet te springen. Bij die dans hoef je helemaal niets te doen. Ja, je hebt gelijk. Die dans is saai. Wat dacht je van de Ken-Ken? Die is leuk. Ik weet zeker dat ik dat niet kan. Sorry, ik wil alleen maar helpen. Zo, mijn lieve kittens, hoe gaat het hier? Het blijkt dat ik niet kan dansen, dus ik kan ook niet meedoen met de wedstrijd. Nou, als Pudding niet gaat, dan heb ik ook geen zin meer. Nou, dan zullen papa en ik ook wel thuis blijven. Oh, moet dat? Nou, oké dan. Dit is allemaal mijn schuld. Ik heb een supergoed idee. We maken onze eigen familiedans. Eén die we zelf verzinnen. Eén die we allemaal kunnen dansen. Onze Pudding ook? Natuurlijk, Pudding krijgt de belangrijkste rol. Die avond begon de wedstrijd in het grote theater. Heel veel katten deden mee. Ik voel me een beetje nerveus. Hey joh, niet nodig. We zijn niet nerveus, toch? Hey joh, jongens. Jullie hoeven niet nerveus te zijn, liefjes. Zie je, we zijn cool. Pudding, luister. Je kunt het. Je bent gemaakt voor deze dans. Adembenemend. En tot slot, de spannende dansgroep. Twee katten en een kitty cat. Kom op, Pudding. Het is jouw beurt. Miauw.
Ik ga hem de hele dag doen. Miauw, miauw. En dit is Pudding, de danser waarmee het begon. De laatste punten zijn binnen en de familie Kitty Cat wint. Oh, geweldig. Miauw, 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 miauw. Het is fijn om een overwinning te vieren. Maar het is nog fijner als je het met je familie kunt delen. Boodschappen doen. Mama en papa gingen boodschappen doen. En de Kitty Cats mochten mee. Een pak spaghetti. Bananen. En verse vis. Ik denk dat we nog een wagentje nodig hebben. Hoe lang nog? Ik wil buiten spelen. En ik heb echt heel veel trek. Wacht, we zijn melk, brood en thee vergeten. Nu moeten we alles opruimen. Als jullie opruimen, dan halen wij melk, brood en thee. Goed idee! Dan zijn we sneller klaar. Nou, ik denk dat we jullie deze belangrijke taak wel kunnen toevertrouwen. Precies. Papa en ik gaan buiten op jullie wachten. Goed, jongens? Mama gaf ze haar portemonnee, zodat ze konden betalen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Cookie, als jij nu het brood haalt en Pudding, jij de melk, dan haal ik de thee. Maar het brood was lang niet zo interessant als het speelgoed. En wie denkt er nu aan melk als er snoep is? En over snoep gesproken... Snoepje wist dat ze een heel belangrijke taak had. Maar zo te zien was Cookie dat vergeten. En Pudding ook. Waar is die melk nou? En het brood? We hebben mama's portemonnee. Daarmee zouden we alles kunnen kopen. Melk en brood zijn best saai, maar snoep is te gek. Pudding, maar wat drinken we dan als er geen melk is? Een beker snoep? En Cookie, als we naar huis gaan zonder brood, waar moet mama dan broodjes van maken? Van een speelgoedbus? Nou goed dan. De Kitty Cats gingen brood kopen, maar er waren heel veel soorten brood. We nemen deze en gaan. Maar dat is een appelcake cookie. We zijn op zoek naar gewoon brood. En deze dan? Nee, het moet een bruin brood zijn. Deze dan? Dat is rond. Maar de broodjes die wij altijd eten zijn vierkant. Kijk, deze is vierkant en hij is bruin. Oké, nu alleen nog melk. Maar er waren ook heel veel verschillende soorten melk. Aardbeien. Nee, niet die melk. Chocolade, yummy. Nee, die ook niet. Deze dan? Dat is yoghurt, geen melk. Volgens mij is dit gewone melk. Dan is dat de melk die we zoeken. De moeder van Snuffel werkt in de supermarkt. Pudding, Cookie, kleine Snoepje, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie al grote katjes? Jullie doen al zelf boodschappen. We zijn bezig met een belangrijke volwassen taak. Oh, dat zijn nog eens mooie schaatsen. Kijk! Daar wil ik wel mee naar de ijsbaan. Cool! Jongens, we hebben schaatsen nodig. Maar jullie hebben niet genoeg geld om alles te kopen. Het is of de schaatsen of de boodschappen. Dan nemen we de schaatsen. Oh, wacht even. Als we dat doen, dan hebben we straks een schaatssoepelslunch. Zijn jullie zover, jongens? Eet smakelijk. Schaatssoep lijkt me helemaal niet lekker. En volgens mij zijn schaatsbroodjes nog viezer. We gebruiken mama's geld gewoon voor de boodschappen. Daarom zijn we hier. Kocht. Goed gedaan, kinderen. Jullie hebben jullie taak heel goed gedaan. En willen jullie een leuke verrassing? Ik heb kaartjes voor de ijsbaan. Die hebben we gekocht toen jullie boodschap aan het doen waren. Naar de ijsbaan? Dat is te gek. We gaan naar de ijsbaan! Maar we hebben geen schaatsen, jongens. Dat geeft niet. Die kunnen we toch op de ijsbaan huren? Oh, gelukkig! Miauw, 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 miauw!
De Kitty Cats hadden hun belangrijke taak goed gedaan. Maar een leuke middag met je familie op de ijsbaan, dat was ook belangrijk. Dokters! Op een dag kregen Cookie, Snoepje en Pudding van papa en mama nieuw speelgoed. Kijk eens wat we voor jullie hebben. Een dokterskoffertje. Wow. Een thermometer. En rollenverband. En hoofdkapjes. Alles wat jullie nodig hebben om jullie eigen dokterspraktijk te beginnen. Dat is leuk, zeg. Miauw. Ik ben de dokter. Nee, ik wil de dokter zijn. Nee, ik. Maar als wij allemaal dokter zijn, wie speelt dan onze patiënt? We vragen onze vrienden als patiënten. Spelen doktertje. Is iemand van jullie ziek? Oh ja, heel erg. We rijden visites, bijna onderweg. We pakken nog even wat medicijnen. Pak de jam. De eerste patiënt van de katjes was Cupcake. En wat is hier het probleem? Er is iets mis met mijn staartje. Hij is gewoon nog niet mooi genoeg. Juist, geen probleem. Ik knip de oude staart eraf en dan naai ik er een mooie pauwenstaart aan. Simpel. Ik wil helemaal geen nieuwe staart. Ga weg. Ik wil een nieuwe dokter. Juist. Nou, ik hoor helemaal niets. Zal ik hem wakker maken met de hamer? Hou op! We wikkelen de staart wel even in het verband. Is goed, maar alleen als het mooi verband is. Huh? Heel erg bedankt, dokters. Hopelijk voelt u zich weer beter. En onthoud, 1 appel per dag. Houd de dokter ver weg. Nu Cupcake zich weer beter voelde, gingen de 3 dokters op pad naar Snuffel. Het was een winderige wandeling voor de kittens. Achoo! En wat is hier het probleem? Dokter, ik denk dat ik in een marsmannetje verander. Ik begin al raar te praten. Aha, u heeft marsmannetjeskoorts. Wij hebben het juiste medicijn. Deze kosmische snel weer beter jam. Geneest alle ruimteziektes. Nou heb ik alles opgegeten. Dat geeft niet. Dan geven we in plaats daarvan een jam-spuitje. Dan voelt u zich direct weer een aardbewoner. Tenzij u verandert in een watermeloen of in een gieter. Nee, ik wil geen jam-spuitje. Rustig maar, meneer. Omdat u zo'n goede patiënt was, krijgt u van ons deze lolly. En zorg voor voldoende rust. Ik voel me alweer stukken beter. De Snuffel voelde zich ook weer beter. Maar nu moesten onze kleine vriendjes Boris nog beter maken. Ze renden door de regen naar hun patiënt. Meneer? Nou, het probleem is dat ik heel verdrietig word van die grijze lucht en zoveel regen. Ik krul je snorharen wel even. Nee, niet mijn snorharen. Ik heb meer last van mijn buikje. Oh ja. Atsjoe. Klinkt gek. Atsjoe. Zo te horen heeft u een propeller ingeslikt. Wacht, ik denk zelfs nog iets groters. Ha, dat is jouw buikje, Pudding, want jij hebt alle jam opgesnoept. Huh? Hey, je hebt gelijk. Dat is die van mij. Maar jouw buikje is vast weer helemaal beter na wat thee en biscuitjes. En dit boek over clowns vrolijkt je vast wel weer op. Wow, ik heb clowns altijd al leuk gevonden. Vooral in rode neuzen. Hé, maar jullie hebben ook een rode neus. Huh? Mama! Iedereen is weer beter. Oh, jullie zijn helemaal doorweekt. Jongens, haal die natte kapjes van jullie hoofd en ga direct naar bed. Drink een kopje van deze thee voor het slapen gaan, dan worden jullie niet ziek. Na een goede nachtrust voelden de kittens zich stukken beter. Goedemorgen. Huh? Hebben jullie de dokter gebeld? Ik heb sinaasappels meegenomen voor de vitamines. En ik heb knikkers meegenomen, zodat we kunnen spelen. En ik heb iets grappigs om jullie op te vrolijken. En de dokterspraktijk is pas compleet? Ha, met een snelle ambulance. Oh, ik ben een ambulance. Hoe gaat die sirene ook alweer? Nou zo! Miauw. De kittens speelden graag doktertje. Maar nog liever zaten ze vol gezonde energie om met hun vriendjes te spelen. Een muzikale verjaardagskaart. Het was papa's verjaardag. En de katjes vroegen zich af wat voor cadeau ze hem zouden geven. Ik weet het, mama. We geven papa een fiets. Dan kan hij over het verkeer rijden in plaats van in het verkeer. Dat is een goed idee. Maar je vergeet dat je lieve papa een beetje onhandig is.
Oh ja. Nou, dan geven we hem toch een helikopter? Dat is ook een goed idee, Pudding. Maar de lucht boven al dat verkeer is ontzettend vies. Ideetje, ideetje! We geven hem een raket! Dan kan hij over de vieze lucht heen vliegen! Maar jouw papa kennende komt hij dan vast stil te staan in een marsmannetjesfile. Maar wat voor cadeau geven we hem dan? Ik weet wel een cadeau dat jullie papa altijd al heeft willen hebben. Huh? Vertel ons wat het is! Een muziekkaart. Een kaart die als je hem opent mooie muziek laat horen. Dat klinkt goed! Miauw! De winkel had heel veel verschillende kaarten met muziek. Welke zouden ze kiezen? Een kaart van een verjaardagstaart die verjaardagsmuziek speelt? Die is perfect, kinderen. De Kitty Cats vonden hem ook perfect. Ik wil nog een keer luisteren. Ja, en nu mag ik. En nog een keer. Dus ze luisterden nog een keer. En toen nog een keer. En nog een keer. Daarna konden ze het niet meer zo goed bijhouden. Maar ze luisterde en luisterde en luisterde en luisterde. Hey, wat is dit nou? De batterij kan toch niet zo snel leeg zijn? Ik denk dat hij gewoon een beetje moe is. Misschien is hij vergeten hoe het liedje gaat. Ik fris zijn geheugen wel even op. Hij is gewoon een beetje lui. Probeer je soms papa's verjaardag te bederven? Kom, doe eens even je best. Hebba, nu is de kaart aan het mokken. Oh. Mama's verjaardagskaart wil niet meer spelen. Zo te horen is de batterij al helemaal leeg. Hebben jullie te veel naar de muziek geluisterd? Ik heb jullie nog gewaarschuwd. Jij hebt veel te veel geluisterd. Nee, jij hebt veel meer geluisterd. Dat is niet waar. Oh. Wat geven we papa nu voor zijn verjaardag? En op dat moment kwam de verjaardagspapa thuis van zijn werk met een doos vol lekkere verrassingen die hij op zijn werk in de fabriek had gemaakt. Ik weet al iets, kom maar mee. De katjes hadden een idee. Ze bedachten dat het mooiste cadeau vaak het cadeau is dat je zelf maakt. Cookie, snoepje, pudding. Hoi, kinderen. We hebben iets gemaakt voor je verjaardag. Want wij vinden jou de liefste papa van de hele wereld. Ontzettend bedankt. Ik vind hem echt heel mooi. Oh, ha, ik wilde altijd al een muziekkaart hebben. Oh, dit is de mooiste muziekkaart ooit. En het is het beste verjaardagscadeau wat ik ooit heb gekregen. Maar ik wou dat onze verjaardagskaart ook zelf muziek kon maken. Dat kan niet. Mama had het liedje van de kittens opgenomen met haar telefoon. En dus had papa een fijne verjaardag. Want wat is er nu fijner dan muziek, taart en familie? Spelen in de modder! Cookie, Snoepje en Pudding waren blij toen ze zagen dat de sneeuw eindelijk was gesmolten. Hier hebben we op gewacht. En eindelijk is hij er! Bedoelen jullie de zon? Nee, de nieuwe Wip is er! Geweldig! Miauw, 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 miauw! Ik ga als eerste! Yay! Wow! Pas op, Cookie! De nieuwe Wip stond midden in een grote poel plakkerige, vieze modder. Moet je je voorstellen hoe vies we worden als we door die modder stappen? Als papa hier was, was het geen probleem. Die tilt ons op en draagt ons er zo overheen. Maar Pudding, papa kan nu niet helpen. Hij is op zijn werk. Oh, hè? Hallo? Ja, dat klopt. Ik ben nu in de fabriek, ja. Met stel.
door de modder. Oh. Oh. Heb je misschien ook nog betere ideeën, Cookie? Nou, misschien kunnen we er op een andere manier overheen. Wat moeten we doen? Hé, hey, ik weet nog een manier. Het is niet diep. Kijk maar, jongens. We hoeven alleen maar onze regenlaarzen aan te trekken. Nu hadden de Kitty Cats en een lach op hun gezicht en regenlaarzen aan hun voeten. Maar Cupcake en Vlekje wilden ook op de nieuwe wip. Kom mee, Cupcake! Kijk uit, Vlekje. Ik ben veel minder mooi als ik onder de modder zit. Miauw! Wat een modder. Snoepje, wil jij meer eens proberen? Ja, bedankt, Cupcake. Oh, dit wordt echt heel leuk. Kijk je wel uit dat je geen modder op mij spat? Oh nee, de modder zit overal. Zelfs Vlekje zit helemaal onder de modder. Niet lachen, moet je mijn jurk zien. En mijn blouse. Hey, Pudding, niet huilen. Ik maak het wel schoon met wat regenwater. Maar helaas betekende meer water ook meer modder. Nu ben ik nog viezer. Nou, nu we toch al helemaal vies zijn, is het tijd voor een spelletje modderengels, jongens. Cookie, sorry, maar het kan echt niet, hoor. Jongens, mama wordt vast boos als ze ziet hoe vies onze kleren zijn. Het is niet onze schuld dat er modder ligt. Misschien moeten we wachten met buitenspelen tot de modder is opgedroogd. Hoe lang gaat dat wel niet duren? Ik denk dat het van de zomer wel droog is. Oh, zo te zien hebben jullie het leuk gehad. Het spijt ons heel erg dat we onder de modder zitten. Het is voor het laatst. We gaan namelijk nooit meer naar buiten. In ieder geval niet tot de zomer. Gaan jullie tot de zomer niet naar buiten? Oh, mama. Je bent net zo modderig als wij. Klopt. Maar van een beetje modder smelt je niet. Maar is je jurk nu niet verpest? Nee, helemaal niet. Alleen maar een beetje vies. Maar de wasmachine wast hem in een handomdraai weer schoon. Hola! Een applaus voor de fantastische wasmachine! Ja, kleren kun je wassen, maar het is niet de bedoeling dat je ze expres vies maakt. Straks word je nog ziek. Dus we hoeven niet te wachten tot de modder is opgedroogd? Natuurlijk niet. Buitenspelen is goed voor je, zelfs in de modder. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En toen kwam papa thuis. Tenminste, ze dachten dat het papa was. Hoi! Wauw! De auto zat vast in de modder, dus ik moest eruit om te duwen. Door al die modder lijken al mijn kitty cats net varkentjes. De wasmachine waste de modder uit hun kleren. Yeah! Daarna gingen ze weer naar buiten voor nog meer pret. En niemand was meer bang om vies te worden.